We zijn in het zonnige Zeeland, in de stad Goes. Aan de rand van het centrum hebben wij een particuliere stadsvilla met bijgebouwen en twee garages geschilderd. We hebben daarbij zowel het buiten- als binnenschilderwerk gedaan. Buitenschilderwerk betrof de houten gevelelementen met ramen en deuren, overstekken, tympanen, alles in een drielaag systeem. De binnenzijde hebben we het eveneens met een drielaag systeem afgewerkt. Maar het betrof een grote variatie aan applicatiemethodes. Spuitwerk, rol, blokwitterapplicatie en kwastapplicatie. Vervolgens zijn diverse wanden afgewerkt met fijne behangdecoraties. Dit project zou de Nationale Schildersvakprijs mogen winnen omdat wij vinden dat we op dit project bijzondere applicatiemethodes hebben toegepast. We weten met z'n allen in Nederland dat nieuwbouwschilderwerk zwaar onder druk staat. Het is vaak maar één keer afwerken, wat toch lastig is voor de schilder om het een en ander netjes af te werken. Maar we hebben nu de opdracht gekregen van de opdrachtgever om een breed scala aan applicatiemethodes te mogen toepassen. Dit betrof spuiten, rollen, blokwitter en kwastapplicatie. De kwastapplicatie is nog gebruikt om speciale effecten toe te passen om het een en ander authentiek te doen lijken. Alle onderdelen zijn binnen geschilderd, van houten gevelkozijnen, ramen, deuren, aftimmeringen, lambrisseringen, mooie balustrades. En vervolgens hebben we de laatste detail weggelegd in mooie wanddecoraties. Daarom denk ik dat dit een bijzonder project is met een mooie applicatiemethode.